Goedemiddag, mag ik u iets vragen? Natuurlijk mag u dat. Waar loop jij warm voor? Waar loop ik warm voor? Voor mijn vak. Ik ben ambachtelijk timmerman. En ik maak alles wat tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer wordt gemaakt. En dat is reproducties van paneeldeuren, lijstwerk, dat soort zaken. Dus ja, dat is toch wel heel specialistisch. En ook ontwerpen? Ja, ik maak ook ontwerpen, moderne kasten, maar eigenlijk alles op maat. Dus ik maak geen productiewerk, daar ben ik niet mee bezig. Dus, ja. Dus je gaat gewoon bij de mensen thuis, neem je maten op en, ja. En dan lever je dat af? Ja, dan lever ik dat af. En, dat, en daar hebben mensen hebben daar zeker 30 jaar plezier van. Ja. 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 En hoe ben je daar zo toegekomen? Nou, ik deed altijd heel erg veel met mijn handen. Ik was altijd wel aan bezig met dingen maken en bedenken en tekenen, ontwerpen. En ook mijn studie kunstacademie gedaan. Maar dit vak is toch meer een autodidactisch. Dus ik doe dit nu 7 jaar en ik doe het met heel veel plezier. En ja, heel veel dingen zelf uit, dus dokteren en verzinnen en... Ja, het is een prachtig vak wat helaas uitstervend is in Nederland. Want het gebeurt bijna niet meer. De IKEA-mentaliteit. IKEA-mentaliteit, het is heel erg jammer dat mensen zeg maar, nog steeds denken dat ze een op maat gemaakt meubel kunnen aanschaffen voor een IKEA-prijs. En dat is gewoon uitermate vervelend voor mij natuurlijk. Inderdaad. Ja. Nou, mooi. Dus dit werk, daar loop je warm voor. Ja, absoluut. Nou, dan wens ik je heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. En bedankt voor dit interview.